Verschillende diensten van het Nationaal Leger worden vanaf de vorige week nauwer ingezet om de politie te ondersteunen in de strijd tegen de criminaliteit. Momenteel is de operatie Marbonsu gaande die naar zeggen van de defensieminister zal worden verlengd. En het doel van operatie Marbonsu is, we hebben wel samen, maar het is een initiatief van het Nationaal Leger en we werken wel samen met de politie en het is eigenlijk surveillance op die wegen naar Langatabiki, naar Sneeskondre, de wegen naar het zuiden toe, Atjoni, maar ook Carolina, brug, die kant. En dat is om de zichtbaarheid te vergroten, surveillance te vergroten en dat we daarmee voorkomen dat er zulke ernstige overvallen plaatsvinden. En die operatie hebben we verlengd tot de eerste week naar januari. En in de stad hebben we 2 surveillancevoertuigen ingezet om de politie in Paramaribo en Wanica te ondersteunen. Dat gaan we verhogen. Dus we gaan Marbonsu verlengen tot eerste week januari. En we gaan ook in Paramaribo en Wanica meer voertuigen inzetten voor surveillance. Zichtbaar.